Deze is mega rare. We vangen gewoon onze eerste mega rare. Ja, lekker man. We hebben een mega zeldzaam, onze eerste. Ik denk dat deze in ons team moet, jongens. Orgot. Yo, Nintendo fans. En welkom weer bij een nieuwe Nexomon. Ik vind het echt zo'n verrassend leuk spelletje. En als jij dat ook vindt, doe even dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Hè, terwijl we hier naar Xander kijken. Xander die een draak gaat lokken. En hij zegt, daar ben je. Is daar de epische draak op Drakeneiland die we moeten gaan lokken? Is het Xanders gelukt? Ja hoor. Ja hoor. Hij heeft weer even een nieuw draakje erbij getoverd. En hij zegt, kijk naar me, jij vervloekte draak. Ik kom je temmen met mijn blote handen. En hij zegt, nou dat aas, dat werkte best wel goed. Hij denkt dat ik een tyrant ben. Coco zegt, heb je zelf het aas op jezelf gesmeerd? Ben jij niet goed? En Xander zegt, kom naar me toe. Jij stom beest. Kom naar me toe met alles wat je hebt. Oké, nou we gaan zien wat er gebeurt. Oké, was dit de bedoeling, Xanders? Hij zegt, goeie genade. Was dat alles wat je hebt? Jij misbaksel. Holy moly. Deze dude is sterk, jongen. Hij zegt tegen die draak, ben je wel echt een draak? Je lijkt eerder op een micromon. Ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. Coco zegt, sloeg die nou net een draak? Serieus? Kijk wat gaai, hoor. Deze guy is super badass, jongen. Kijk hem gaan. Wat een baas. Hij vangt gewoon draken met zijn blote handen. Wat? Kijk dan. Hij heeft geen eens Nexomon nodig, joh. Hij doet het gewoon allemaal zelf. Hij zegt ook, ze hadden Edward moeten sturen in plaats van mij. Deze taak is niet van mij, man. Ik ben te goed voor dit. Wat? En hij zegt ook nog, ik ben geen tyrant. Ik ben een mens. Je hebt verloren van een mens. Onthoud dat. Voor altijd. En wij mogen als oefening gaan vechten tegen deze draak. Oké dan. Oké. Ja, het zou wel een beetje sad zijn als ons dit niet lukt. Die Xanders die pakt hem gewoon met zijn blote handen. Als wij dan niet kunnen winnen met 6 Nexomon. Ja, dat is wel een beetje triest dan. Ik ga hem in ieder geval volledig met water besprenkelen. Hoppakee, let's go. Pak die dragon. Pak hem. Oh, ik mis. Nee. Hoppakee, potion erbovenop. Ja, Vinok is gewoon echt een dikke baas, jongen. Ik ga even smokescreen gebruiken, want dan gaat hij me misschien een aantal keer gewoon lekker missen. Kijk, dit is beter. Ik doe nog een keer smokescreen, dan maken we de kans nog groter dat hij vaak gaat missen. En dan ga ik nu weer lekker aanvallen. Hoppakee. Kijk, nog een keer. Hij mist me weer. Lekker, man. Lekker. Nou, dit moet wel lukken. Ik heb nog 2 grote potions. Dus het is te hopen dat hij gewoon lekker vaak gaat missen. Bam! Hij mist niet meer. Kan je nou even wat vaker missen? Waarom mis ik nou weer? Oké, misschien wordt dit toch een probleem, jongens. Gelukkig, nu mist hij wel. Nu mist hij niet. En ik ga nu even een elixir gebruiken. Let's go, dan zijn we weer full HP. En we hebben ook weer 50 stemmen erbij. Let's go, final, pak hem. Ja, hij mist weer. Hoppakee. We moeten hem denk ik nog 3 keer raken nu. Oké, nog een elixir. Let's go, let's do this. Goeie practice dit, jongens. Goeie practice. We kunnen hem helaas niet vangen. Dat is jammer, dus we moeten hem gaan verslaan, wou ik zeggen. Maar ik mis weer. Nu hebben we hem wel, hoor. 300 HP, lekker, man. En ja, tuurlijk gaat Vinok weer een leveltje omhoog. Ook Grifkar gaat een leveltje omhoog. Die wil een nieuwe aanval leren. Ja, dat is prima, dat is prima. En Maskwad gaat ook naar level 20. En we hebben de draak verslagen, jongens. Goed gedaan, Rikachu. We hebben deze draak gepakt. Hou vol en je wordt voor je het weet nog een keer gepromoot. En we krijgen een cadeautje van Xander. 500 muntjes, een Wind Nexotrap en een Ghost Nexotrap. Ik vind dat wel een beetje karig. Daar heb ik allemaal niet zoveel aan. Nou, Xander gaat er volgens mij weer vandoor. Samen met de draak. Hij neemt de draak mee. Hoppakee. En weg is die. Leo die zegt, ik wist niet dat hij zo sterk was. En nu hebben we Lydia geholpen. We moeten terug naar Lydia. Ah, het ging wel lekker dit. In het begin gebruikte ik Vinok dus gewoon helemaal niet. En nu gebruik ik bijna altijd Vinok. Nou, en terwijl we teruglopen wil deze man ook met mij battelen. Oh, dikke mantra's. Moeten we even switchen naar Bombergrof. Deze is trouwens echt level 25. Niet normaal, jongen. Doe eens even normaal. Oh, slaat hij nou zichzelf? Nee, ik weet niet wat hij deed. Hij sloeg niet zichzelf. Dan leek het even op. En we hebben hem. We hebben mantra's down. Man, maar level 25, man. Dat is veel te sterk. Kijk dit dan. Horget. Dude, jij bent echt way too much, man. Way too much. Dit is echt wel een flink stuk moeilijker dan Pokémon, jongens. Kijk dan. Hou op. Ik heb even geheeld. Ah, hij maakt me kapot. Hij gaat me kapot maken. Ah, ik heb 1 HP over. Pak hem. Oké, ik heb hem. Dit is niet meer grappig, jongens. Dit is niet meer grappig, al deze Nexomon. Deze zijn veel te sterk, man. Level 26.
Waarom zijn ze zo sterk? Waarom heb je allemaal mega rare Nexomon? Hou eens op, maak hem kapot. Lekker. Ik heb toch lekker gewonnen. Terwijl Orgot naar level 23 gaat. Ik zie hier een healing stone. Die pak ik maar even, want dit heb ik echt even nodig. Ik denk trouwens dat ik nu de verkeerde kant op ga. Want wat is dit? Ik kan hier nog niet in. Hier moet ik later pas naartoe, denk ik. Als het helemaal fout gaat hier op de drakeneilanden, moeten we denk ik daar naartoe. Oké, nu snel even Lydia vinden. Lydia, waar ben je? Volgens mij was Lydia hier ergens naar links. Even voorbij dit feestje. Mag ik langs? Dankjewel, Coco. Oh nee, nee, het was niet hier. Was het hier naar boven dan? Ja, kijk, hier was het. Hier is Lydia. Hallo, Lydia. We hebben samen met Xander de draak weggejaagd. Mogen we er nu misschien langs? Ze zegt alleen een hele krachtige tyrant kan die draken lokken. Hij moet dichtbij zijn. En kijk, we mogen nu naar de Shrine Key. Ja, samen met Lydia. Oh nee. Nee, nee, nee. Dat is de sleutel van die shrine waar we net waren. Ah, dus nu moeten we weer terug. Kijk, want volgens mij is dat de sleutel van dit gebouwtje. Ja, kijk, er gebeurt nu iets. Dit moet de shrine zijn, zegt Coco. Ja, 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 we kunnen naar binnen. Ja, dit is weer zo'n shrine, net zoals die van dat vuur een paar afleveringen geleden. Ja, hier gaan we weer een bepaalde kracht krijgen, denk ik. Oh, jongens, dit wordt spannend. Is het gras? Dit is een graselement, denk ik. En tegen gras moet je wind of vuur gebruiken in Nexomon. Dus laten we starten met Bombergrof. Een stem vraagt, wie geeft jouw toestemming om dat aan te raken? Oh, snap. Dit is interessant, zegt ze. Ik ben Nadine. En ik was de oude tyrant van de Tempest, Ventra. Het tweede kind van koning Omnicron. En Omnicron die was inderdaad ook een tyrant. Jij bent hier gekomen voor mijn kracht. Oh, hoeven we niet te vechten? Oh nee, we moeten wel vechten. Nadine zegt dit. In de vorige Nexomon game hebben er heel veel spelers geklaagd dat ik te moeilijk was. Dus de developers die hebben me zwakker moeten maken. Dit wordt mijn wraak. Oh snap, kijk die Ventra dan. Ik ga eerst even een barrière gooien, zodat ik minder damage krijg. En dat ga ik gewoon nog een keer doen, zodat ik nog minder damage krijg. Oh, oh, wacht even. Als we een critical krijgen, dan hebben we alsnog pijn. Oh my gosh, wat, waarom word ik zoveel geraakt door critical hits? Dit begint echt gelijk al helemaal rookie. Kijk dan. Volgens mij is deze echt veel te sterk voor mij. Ik mis ook alles, man. Kom op, man. Bombergrof, ik dacht dat je sterker was dan dit. Ik ga je nog één keer healen en hierna ga ik het aan andere Nexomon overlaten. Want dit schiet echt niet op. Kom op, Fireclaw, let's go. Ja, we gaan worden gewoon gesloopt, man. We worden gerekt hier. Keihard gerekt door deze legendary Ventra, man. Ik heb hier niks aan Marazuma en ik heb hier niks aan Orgot. Dus let's go Grifkar, denk ik. Grifkar, kom op, probeer hem te confusen. Nee, het mislukt weer. Alles mislukt in deze battle. Ik ben bevroren. Ik word keihard genakt. Oké, Vinok, jij dan. Probeer hem te bevriezen. Oh my goodies. Het is veel te sterk. Hij is echt veel te sterk. Dit is niet normaal. Hou eens op. Kappen. Ja, oh my gosh. Vinok is ook al kapot. Oké, Masquat. Misschien kan Masquat wat doen. Kom op, mind control, Masquat. Oh, oké. Masquat overleeft in ieder geval één klappie. Ja, en dat was het dan ook wel. Ik word helemaal kapot gemaakt. Ik ga Bombergrof eventjes reviven. En ik ga ook zijn stamina even terugbrengen. En dan is Orgot ook alweer down, jongens. Dit is niet te doen. Let's go. Fireclaw, denk ik. Hoppakee. Nog een keer Fireclaw. Ah, ik word zo kapot gemaakt. Ik moet gewoon de hele tijd potions geven. Deze is inderdaad veel te sterk. De makers van deze game hebben deze helemaal niet zwakker gemaakt. Dit gaat helemaal nergens over. Deze is veel te sterk. Hou eens op. Laat me Bombergrof met rust. Laat me Bombergrof jou slopen. Ja, op zich. Ik ben er bijna, jongens. Ik ben er echt bijna. Oh nee, ik ben confused. Waarom? Nee, niet nu. Ik ben voor 3 beurten geconfused. Kom op. Nee, hij hield zichzelf. Hij hield zichzelf. Hij heeft de 100 HP bij. Jongens, dit is niet oké. Dit is niet oké. Kom op nou. Dit is zo niet eerlijk. Ik was er bijna, jongen. Ik was er bijna. Dit kan je niet menen. Oh, hij is bijna door zijn stamina heen. Nice, hij heeft bijna geen stamina meer. Kijk, zijn stamina is bijna op. Hij heeft nog maar 8 stamina. Als het een beetje mee zit, gaan we dit toch nog redden. Ja, ja, ja. Kijk, hij heeft nog maar 3 stamina over. Hij is moe. Ja, hij is moe. Lekker. Oké. Oké, let's go. We kunnen dit, we kunnen dit. We kunnen dit, Bombergroffie. We kunnen dit. Nu vol in de aanval. Nee, ik ben weer confused voor freaking 5 beurten. Oké, ik ga het gewoon proberen. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga hem gewoon proberen te raken. Alsjeblieft, raak hem. Nee, raak hem nou.
Raak hem nou, hij is dood. Oké, okay, Marasuma is terug. Maar ik ga Bombergrof weer reviven, zodat Bombergrof straks weer de klappen kan uitdelen. Oké, okay, let's go. Bullet Seed er bovenop. Het is not very effective. Hij is tired. Ja, hij is wel bijna kapot. Jongens, kom op. Hij heeft nog 4 HP over. Hij heeft nog 4 HP over. Marasuma, als je sneller bent. Ja, Marasuma. Lekker. Oh, dit was het moeilijkste gevecht tot nu toe in de game. Bombergrof gaat natuurlijk een level omhoog, maar ook Marasuma. Misschien had ik toch eerder Marasuma moeten gebruiken, want die ging toch wel lekker. Maar Nadine zegt wel, wel, wel. Mijn kracht is in goede handen zo te zien. Stap maar naar voren. En dit was geen kracht van het gras. Dit was een kracht van de wind. Let's go, lekker. En ook de kracht van de wind. Sorry. Dat is de kracht van de wind. Die hebben we dus in de pocket. Ja, en die zit bij de Tyrant Egg. En nu moeten we eens even kijken wat we kunnen doen met de kracht van de wind. Nadine zegt, wij komen elkaar vast nog wel een keertje tegen. Oké. Okay. Oh, kijk, dan kunnen we springen. Ja, met de wind in onze rug. Lekker. Beter de wind in de rug dan de wind uit je kont, zeg ik altijd maar. Mag blij zijn dat ik nog wat items had gekocht, want die had ik echt keihard nodig. We hebben nu een Deon gevonden en die schijnt mega rare te zijn. Oh, dan moet ik hem wel even zien te vangen. Volgens mij is het een Ghost Nexomon. Let's go, let's go, let's go. Ik wil hem wel hebben. Als die mega rare is, dan moet die van mij zijn. Poging 2. Ik hou wel van mega rare Nexomonnetjes. Let's do this! Ja, nice! Hij is ook level 22, dus dat is sowieso ook wel chill. En die mag dan in de plek van de mascot, want daar heb ik tot nu toe nog niet zo heel veel mee gedaan. Oh, kijk, we kunnen nu ook hier naartoe met die kracht. Lekker. Even kijken wat hier nog meer rondloopt, hoor. Een Flotter. Die is ook mega rare. Hoe kom ik opeens allemaal een mega rare Nexomonnetje tegen? Oh, nee! Ik heb hem geburnt. Ja, als die mega rare is, dan moet ik nu wel een golden Nexo trap erop gooien. Want dan vangen we hem sowieso. Die was best wel cool eigenlijk, die Flotter. Maar ik zou niet weten voor wie ik deze dan in mijn team moest doen. Dit is ook een soort draak, jongen. Deze vind ik vet. Ja, maar ja, wie moet er nou uit? Nu weet ik het echt niet meer, want ik vind dit echt een leuk teampie zo. Nou, dan gaan we Deon toch weer wegdoen. Ja, sorry, dan gaan we toch Deon wegdoen. Ik vind die draken wel heel cool, dus ik wil draken in mijn team houden. Als ik draken vang, dan moeten ze sowieso erbij. Oh, hier hebben we Mosca. Die kunnen we wel pakken, denk ik. Hoop ik. Let's go, Bombergroffy. Lekker gedaan. Ja, deze kunnen we wel pakken. Ik ga hem ook gewoon proberen te verslaan. Oh, nog een critical hitje. Lekker. En Bombergroff gaat de level omhoog. Nice. Gaan we even hier naartoe. Kijk, dit is wel lekker. Nu we deze kracht hebben, kunnen we opeens overal naartoe. Kijk, kunnen we hier ook kissies pakken en zo? Kunnen we even healen. En door. En dit is een Zumbol. Nou, ziet er wel weer grappig uit, Zumboltje. Het is een soort van, ja, elektrische bij eigenlijk. Niet meer dan dat. Die gaan we ook even pakken. Ah, ik denk niet dat deze in het team komt, hoor. Ik bedoel, dit is gewoon een Calmon. Dus deze komt best wel vaak voor. Hoewel ik hem wel voor het eerst zie. En hebben. Oké, okay, je mag in de storage. Probeer gewoon zoveel mogelijk te vangen natuurlijk. Ik bedoel, je bent een echte trainer, vanger. Of hoe je het noemen wil of niet. Wat is dit nou weer? Tundri. Dit zijn wel allemaal nieuwe Nexomonnetjes hier hoor. Ziet er ook wel weer grappig uit zeg. Er zijn echt veel te veel leuke Nexomon man. Eigenlijk hadden ze gewoon moeten starten met een stuk of 200 Nexomon of zo. Dat was echt wel genoeg geweest voor mij. Ik kan niet meer kiezen. Ik vind ze allemaal vet. Kijk, dit is ook weer een superleuk monstertje. Ik wil eigenlijk nog wel Flotter even uitproberen. Eens even kijken. Flotter dat kent Palm Fury. Let's go. Is not effective. Misschien deze. Slashing Current. Dat is beter. Hij is nu stunt. Lekker. Lekker. Lekker Flotter. Flotter is nog niet zo sterk. Flotter wordt ook bijna kapot gemaakt nu. Ik denk dat Flotter nog moet evolueren. Zou lekker zijn als hij na deze battle even evolueert. Want man, hij wordt echt wel een klein beetje ingenakt. Hij heeft wel een probleempie. Hebben we nog een potiontje nodig? Kom op Flotter. Maak hem kapot. Lekker bezig. Hij is nog wel zwakkie. Nee, ik wil niet battelen. Laat me met rust. Met je felklaw super mega rare Nexomonnetje. Die is level 24. Wij zijn 25. We zijn dus één leveltje hoger. Maak hem kapot. Holy moly, wat is dit? Een Blaze Tilia? Jemig de pemig. Het wordt weer tijd voor Vinok, jongens. Let's go. Explosive water. Ice Flakes. Oh, ja, hij is frozen. Lekker. We hebben hem bevroren, jongens. Hoppakee. Ja, nu kan hij even niks doen. Dat is lekker. Deze gaan we ook kapot maken. Ja hoor, geen enkel probleem. Dan gaan we nu deze kapot maken. Hoppakee, lekker Vinok. Oké, ik weet niet of we deze kapot gaan maken. Deze ziet er namelijk ook best wel badass uit. Lijkt me wel lastig, jongens. Als je zulke armen hebt, dan kan je toch niks in het leven. Dat is een soort van dwangbuis Nexomon. Waarom wissel je de hele tijd? Dat is zo niet slim.
Ik krijg er allemaal extra beurten door. Maar dankjewel, want zo kan ik je gewoon verslaan. Feyenoord gaat al naar 28. Heerlijk. Oké, jongens, we gaan terug naar Lydia. Want als het goed is, wil Lydia me nu gaan helpen. Ja. Ik heb gedaan wat je vroeg. Ik heb jouw kracht gekregen. Die je zei dat ik nu net naartoe moest. Maar dat kwam bijna niet uit mijn woorden. Maar Lydia zegt, als je eenmaal naar binnen gaat, dan word je getest met vuur. Ik weet niet wat hier gaat gebeuren, want ik ben daar nog nooit geweest. Oh, maar we moeten met hun vechten? Wacht even. Dat gaan we natuurlijk doen in de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!